Je zou er eigenlijk een vergrootglas bij moeten pakken om de positieve punten van Haarlem en Eindhoven te ontdekken. Een van die positieve punten is Edgar Manoucharian, de van Ajax gehuurde spits van Haarlem. Keurig afgerond in de 25e minuut. En daardoor komt Haarlem op voorsprong. Uitstekende speler, dat bewijst hij week in week uit bij Haarlem. En 24 minuten hiervoor gebeurde er weinig. Maar Manoucharian verzilvert zijn eerste kans. Voorsprong dus voor Haarlem. Dan tijd voor een antwoord van Eindhoven. Beide ploegen natuurlijk als de dood om te degraderen. Dit is de uitgelezen mogelijkheid om een sprongetje te maken in het klassement. Bloemendaal met links raakt de bal volkomen verkeerd. En dus kan doelman Marco van Duin, zoals gezegd terug van een blessure, rustig op doel blijven staan. Tweede helft zitten we dan al. In de eerste gebeurde echt schrikbarend weinig. Opnieuw Bloemendaal. Mannetje uitkappen, Berk Belekamp is dat. Bal hoog de lucht in, Van Duin stompt. Dan nog de poging van Jeffrey Vlug in de tweede helft ingebracht door Jan Poortvliet om wat meer aanvallende impulsen te creëren. Haarlem dan weer. Nog steeds de 1-0 voorsprong. Kansen worden er eigenlijk niet gecreëerd. Wel overtredingen. Dit is McIntosh met een forse met twee benen. Dan komt Van Son ingelopen. En heeft McIntosh een soort van karatebeweging in huis. Waardoor hij ook Eindhoven speler nummer 2 naar de grond krijgt. Dit is een gele kaart. Daar is iedereen het wel over eens. De overtreding op Nelemans. Dan komt Van Son verhaal halen. En wordt hij afgeweerd door McIntosh. Zoutman moet verder met 10 man. Want Kelvin McIntosh gaat er vanaf. Bakkerlo, de scheidsrechter, die kan natuurlijk weinig anders doen als je 2 man binnen 10 seconden uitschakelt. En dus kan Eindhoven het gaan proberen tegen 10 man van Haarlem. Overtreding van de Graaf. Dat is een aanvaller, die weet zich niet echt te gedragen in dit soort situaties. Hij wordt getrakteerd op een gele kaart door Bakkerlo. En wat blijft staan is de vrije trap. Bloemendaal achter de bal met links. Zoeken naar de verre hoek en die vindt hij. Uitstekende goal van Bloemendaal. En zo staat Eindhoven op gelijke hoogte. Aardig wat mensen nog meegereisd uit Brabant. Prima doelpunt van Mark Bloemendaal. Van Duin is kansloos in de verre hoek, wat eigenlijk zijn hoek is. Kusje voor een lid van de technische staf van Eindhoven. En die ploeg kan nu met een mannetje meer voor de overwinning gaan. Zoals al vaker in de Jupiler League is de tweede helft veel leuker dan het eerste bedrijf. Ook nu weer. En de iets meer dan 1300 toeschouwers in Haarlem kunnen ervan genieten. Hier gaat Roel de Graaf hakken trappen van Ruud van der Rijt. En dan is er maar één beslissing mogelijk voor Bakkerlo. En dat is de tweede rode kaart van het duel. Geen buitenspel. Mooie bal van Ten Heuvel. Dan zie je van der Rijt bijna twijfelen. Pakken of niet pakken. Hij pakt hem wel. En daardoor ook een rode kaart voor Eindhoven. En dan is het 10 tegen 10. En moet Poortvliet zijn aanvallende omzettingen weer terugdraaien. Vrije trap. Die blijft staan na de rode kaart van Van der Rijt. Het slachtoffer, de Graaf, trapt. De bal gaat maar net over. Haarlem speelde afgelopen dinsdag tegen Heracles. Een hele aardige partij voetbal. Maar Heracles was simpelweg te sterk. Het werd 3-0. Nu kunnen de Roodbroeken vol voor de winst gaan tegen Eindhoven. Manoucharian is er vandoor. Dan verwacht iedereen eigenlijk een doelpunt, maar dat komt er niet. Omdat hij natuurlijk ook nog langs doelman Swinkels moet. We gaan langzaam naar de slotfase van de wedstrijd. Van Son levert in bij Berk Belekamp. Dan de lange bal van Karreman. Dan het matige verdedigen. Manoucharian voor 2-1. Manoucharian voor 2-1. Het moet maar van één iemand komen bij Haarlem. Zijn naam is Edgar Manoucharian. Hij komt uit Armenië en staat niet voor niets onder contract bij het grote Ajax. Slecht verdedigd van invaller Faber. En Manoucharian met zijn tweede van de middag. En dan is het feest in Haarlem. Terwijl daar in de loop van de week toch nauwelijks aanwijzingen voor waren dat er iets te vieren was. Slotfase dan. Overtreding van aanvoerder Rossen. Die heeft al een gele prent. En hij wordt dus de derde die er door Bakkerlo afgestuurd wordt. Terecht een gele kaart natuurlijk. Dan kan je mopperen wat je wil.
Maar Rossen moet er vanaf. En dan is het 9 van Eindhoven tegen 10 van Haarlem. En worden de ruimtes in de slotfase heel erg groot. Er komt nog één kans voor invaller Bagdim. Maar die schiet hem net naast. Het blijft wel bij 2-1 voor Haarlem. En dus pakt die ploeg, de ploeg van Zoutman, 3 hele kostbare punten in de strijd tegen degradatie. En bij Eindhoven moeten ze al vroeg in het seizoen gaan vrezen voor een debakel. 2-1 Haarlem-Eindhoven.